derde aflevering van Jokers TV Werk Overzicht. Jokers geeft wekelijks een overzicht van hun activiteiten. In deze aflevering gaan we het hebben over Piet Kamps. Wie heeft Piet Kamps niet gekend? Het gezicht van de treurt van Jokers. De kunstenaar met de grote letter K. Tientallen jaren illustrator van de treurt. En dat vanaf 1949. Zijn advertenties waren voor iedereen een genot om te bekijken. En de illustraties beter voor Jokers. Heel herkenbaar. Afgelopen jaar hebben wij voor groot afscheid moeten nemen van de illustrator met het kenmerkende Nonde Jukke. Van de kleine grote man waarvan de herinneringen bleven bestaan. En in onze gedachten en op papier. Ja, mijn eerste herinneringen die gaan aan Piet Kamps, die gaan terug naar de 70er jaren. Zag hij tegen mij, en Vorst, wie is het met oog? Piet was een man van weinig woord. Een klein manke, en wie ik een jaar of 12, 13 was, toen zat ik op dezelfde jeugd als hem qua formaat. En dan word ik grutter. Hij maakt de tekeningen, ik maak de tekeningen. En als ze achteraf kijkt, ja goed, dan zoeken ze wel dingen. Hij wordt wat ouder, maar op dat moment zoeken ze die niet zo. Het was ook een hele puntelijke. Want hij kost me altijd op zo'n hele nette manier vragen. Heeft hij dit al gesproken? Een brouwer die naar boete kunt rennen en die schreef dan in zo'n belunke, zo'n tekstbelunke, brand! En dat was het logo van brandweer. Fantastisch. Het is een soepele overgang geweest van de ene tekenaar naar de andere. Hand in de tekeningen van Piet Kamps. De man die kost handtekenen, wie nemen ze anders dat kost? Dat waren van die, mocht maar eens opletten, van die boerenknuisten. Van die stevige boerenhand. En wie ik Piet leerde kennen, vroeg ik eigenlijk een man die geen lachte, die optimistisch was en zeer positief was. En langzamerhand, wie ik hem dukker sprook en tegenkwam, zoek ik eigenlijk wie bijzonder de man was. Voor het laatste nieuws voor Wiesburg door wordt de website, Twitter en Facebook. Kijk op aswoensdag naar de hoogtepunten van de Vastelovend 2015. Fijne Vastelovend!